Het jaar 2021 is alweer bijna ten einde en we hebben weer enorm veel zegeningen ontvangen. Allereerst willen we jullie hartelijk bedanken voor het kijken en luisteren naar alle video's op YouTube en vooral naar de livestreams. Ik had nooit gedacht dat na ruim anderhalf jaar nog zoveel trouwe luisteraars zouden zijn die zo genieten van de streams. Ik hoop ze ook nog heel lang te mogen blijven geven. We hebben dit jaar ook weer een nieuwe cd opgenomen vanuit de Lutherse Kerk Den Haag. Prachtig orgel staat daar. En al langere tijd wilden we een cd opnemen met alleen maar eigen liedbewerkingen. Dat is nu gelukt. Nou, we hebben al heel veel mooie positieve reacties gehad. En we zijn vooral erg dankbaar om ook weer aan zoveel mensen iets te mogen meegeven van dat onveranderlijke evangelie. Waarvan de boodschap zo mooi en helder doorklinkt in de muziek van de cd. In de vorige kerstgroet vertelde ik jullie dat er bij ons een babytje op komst was. En inmiddels is onze Ruben alweer 6 maanden oud. We zijn dankbaar dat hij deel van ons gezin mag zijn. En dan rest het ons nog om jullie allemaal fijne feestdagen en een gezond 2022 toe te wensen.